Zo, beste mensen, welkom in België, Vlaanderen. Hier nogmaals de route komende van de grens, dus richting Stekenen. Je kan natuurlijk ook wel fietsen via het bos, via de oude spoorwegbaan en zo verder aansluiten naar Sint-Niklaas. Of ook de mogelijkheid even verder dus aansluiting te hebben tot deze fietsroute. Hier ook nog duidelijk de aanduiding, dus Hulst of de baan Sint-Niklaas. Zo, hier even de brug over. Ja, beste mensen, linkerkant Antwerpen. Mag je even zien dat de drukte hier van de snelweg. Ja, fantastisch beeld. Dus hier de linkerkant, ja, in tegenrichting feitelijk, dus richting Antwerpen. Dus hier heb je nog de markering. Terug de overgang, dus hier ingang snelweg, dus ook overgang met de fiets. Dus even geduld. Zo, en dus terug verder rechtdoor richting Sint-Niklaas. Ik vraag hier even verder de mogelijkheid af te slaan richting Stekenen of gewoon terug rechtdoor richting Sint-Niklaas. Het is hier ook de halte van de lijnbus. Dus er zijn ook lijnbussen die rijden tot Hulst, Nederland. Maar die zijn er momenteel nog niet. En dat is ook wel de enigste transportmiddel, laat ons zeggen, vanuit Hulst om richting Sint-Niklaas te kunnen. Dus zonder deze bussen zit men volledig vast in de regio van Hulst. Zo, beste mensen, en even verder heb je dus ook een toegangsweg met de fiets die goed geschikt is. Zo, beste mensen, ik ben hier voor de markt van Stekenen. Zoals je ziet, dat is momenteel afgesloten, dus je moet ook voldoen aan de regels, de lokale regels, om dus de markt te betreden. Dus hier ook de veiligheidsregels zoals we die kennen. Het afstand houden,
en zo verder. Dus ook de markt hier is open vanaf 8 uur in de morgen tot 13 uur. Dus door het feit dus dat de markt momenteel afgesloten is, daar open vanaf 8 uur, kunnen er natuurlijk ook geen lijnbussen door. Dus de lijn heeft hier ook zijn tijdelijke halte. Dus ook met de klassieke, natuurlijk, anderhalve meter afstand houden en zo verder. Maar hier is het verplaatst, dus elke zaterdag, dus de dag van de markt, en ik weet ook dat het openbaar vervoer hier gratis is in Stekenen. De regio van Stekenen, dus bijvoorbeeld om je boodschappen te doen, naar de markt te gaan, hoef je feitelijk niet te betalen. Eindpunt van Stekenen hier, dus vlak over de snelweg, kom je praktisch aan in Nederland. Dus nog even verder. Dan ook de rechterkant, Sint-Gilis-Waas. Ja, even tegen de zon in. Dus onder de snelweg door. Dan is er hier gewoon fietsers opgelet. Afstappen even. En dan kom je dus hier aan, dus terug de markering Stekenen. Dus, en dan ben je praktisch in Nederland. Dus ja. Terug de snelweg, dus richting Brugge aan de andere kant, laat ons zeggen richting Antwerpen. Voilà, beste mensen, hier ook zicht op een lijnbus. De 43. Zo, beste mensen, en hier dus ook even verder de markering. Dus COVID-19, grensdoorgang gesloten, zoals we kennen van de andere grenslocaties, zoals Kapellebrug en zo verder. Moet ik zeggen, er zijn veel overgangspunten natuurlijk,
tussen België en Nederland, allee, tussen Zeeland, via het bos en zo verder. Zo, beste mensen, terug de grensovergang. België tot Kapellebrug. En ik ben terug in Nederland. Dus Hulst op 4 kilometer van deze locatie. Ze hebben hier ook de markering gezet, tolvrij. Dus hier op het bord, want het is namelijk zo, dus voor Goes-Middelburg, dus je gaat dus via Terneuzen, moet je de Westerschelde-tunnel nemen. Die tunnel is natuurlijk niet gratis. Dat is ook wel duidelijk merkbaar geweest nu met, met de gesloten grenzen. Was men verplicht toch bepaalde mensen van de omweg te doen. Bijvoorbeeld voor Breda. Dus niet meer via Antwerpen. Maar dus letterlijk Hulst, Terneuzen, Goes. En dan zo verder naar Breda. Maar het verschil van prijs gemiddeld per dag kon toch wel oplopen tot een vijftiental euro. En op weekbasis, of op maandbasis, is er wel natuurlijk een verschil. Het is ook zo, er is hier geen uitweg. Men heeft enkel België als uitweg. Of anders, de Westerschelde, via de Westerschelde-tunnel. En dat is ook de moeilijkheid hier van deze regio. Men kan, ja, zonder België kan men feitelijk niet weg. Dus hier terug, ingang Hulst, welkom in Zeeland. Ja, en ook het structuur van het openbaar vervoer is hier een van de slechtste in heel Zeeland die er maar bestaat. Ik zeg, je bent dicht bij België, maar je bent vlugger met je fiets op je bestemming dan met een bus. Ik zeg, er is absoluut niets. De lijnbussen, grensbussen, zijn er nog niet. Maar ik zeg, dat is ook wel de enige bus voor Sint-Niklaas. En voor de rest, zonder wagen hier is het bijzonder moeilijk. Allee, je kan het allemaal met je fiets doen, maar je verliest uren per dag. Je moet in de praktijk naar Hulst busstation gaan met je fiets. Dan de lijnbus nemen, 3 kwartier naar Sint-Niklaas. En dan eventueel overstappen
op de trein daar richting Gent, richting Antwerpen. En natuurlijk op gebied terug van die tunnel. En voor een personenauto is het ook, dacht ik, 5 euro voor een enkele reis door de tunnel. Dus ja, sowieso ben je al 10 euro per dag kwijt. Plus dan nog je brandstof ook. En er is ook geen mogelijkheid van met de fiets door de tunnel te gaan. Je moet je fiets meedoen op een bus of een busje of vooraf bestellen. En er is ook geen treinstation. Iedereen kent het verhaal hier. Ook in Terneuzen, er is daar een treinstation. Maar die geeft nog steeds geen passagiersvervoer. Dus er is een verbinding met Gent. Maar men spreekt er al jaren van. En voor de rest, ja, komt er niets uit de bus. Zo, aankomst Hulst. Is hier ook de route van de lijnbus. Komt dus aan de linkerkant binnen. Ga volledig rechts nog 2 kilometer verder tot Hulst busstation. En dan moet je ook te voet gaan. 20, 25 minuten terug naar deze locatie hier voor eventueel naar het stationsplein te gaan. Dus op het gebied van openbaar vervoer, er is nog veel werk aan de winkel. Ik zeg, we hebben hier wel momenteel de lijnbus niet, maar als jij rijdt, er is ook geen tussenhalte. Dat is ook het probleem. Er is één halte daar, de Koolstraat. Ja, en de tweede even verder, Hulst busstation. Maar aan deze kant is er geen enkele halte. Super rustig in Hulst momenteel. Zeg, het grenstoerisme is er nog niet. En de lokale bewoners hebben natuurlijk wel ruim de tijd ook in de week om hun aankopen te doen. Zeg, de winkel is open van 8 uur tot 21 uur iedere dag. Dus ja, alvast op zondag zie je toch wel weinig volk. Ik zeg, natuurlijk dat grenstoerisme zal terugkomen. Recht voor ons, Hulst binnenstad. Beste mensen, nog een prachtig beeld hier. Dus hier de locatie van der Maal Stedenweg. Rustig, we zijn nog hier. Het mooie plaatje hier. Voor de beste mensen, u kunt mij verder volgen op mijn YouTube-kanaal. U kunt ook kiezen welke video's dat u voorkeur heeft om op de hoogte te blijven.